De voorheen onbekende speeltuin in Nijmegen, op de hoek van de Hengstdalseweg en de Beukstraat, heeft eindelijk een naam. De 8-jarige Iker verzon een namenwedstrijd voor de speeltuin, wat resulteerde in een naambordje dat gisteren werd onthuld. Bij de onthulling was onder andere wethouder Jean-Paul Broeren van Stadspartij Nijmegen aanwezig. Uiteindelijk kwamen er 65 instemmingen, beste mensen. Ja. Het initiatief van een officiële naam voor de speeltuin is bedacht door de 8-jarige Iker, die elke week minimaal 2 dagen in het speeltuintje speelt. Die post met QR-code heb ik zelf gemaakt, na mijn moeder meer. Maar dat bord, dat heeft een vriend van mijn vader gedaan. Als ik bijvoorbeeld met mijn vrienden wil hier weer afspreken, moet ik helemaal zeggen, het speeltuintje naast het voetbalveldje. Ik kan ook gewoon zeggen, kom, zullen we afspreken bij Fort Oost? De naam Fort Oost is bedacht door Julia, die samen met Iker het doek van het nieuwe naambordje af mocht trekken. Nou, nu hebben we echt een naam. En ja, dat is superleuk dat kinderen daar zelf over meedenken. En dan een wedstrijd organiseren. Ja, en dan ben ik er graag bij als wethouder om samen met die kinderen zoiets te openen. Kinderen moeten gewoon naar buiten gaan. We weten allemaal de PlayStation-generatie van tegenwoordig. En dat ze veel binnen blijven. En daarom speeltuin is zo belangrijk om iedereen weer naar buiten te krijgen. En kinderen lekker buiten laten spelen en bewegen. Fort Oost wordt gelukkig door iedereen positief ontvangen. Super blij mee. Helemaal leuk. Het was wel leuk om de onthulling te doen. Eigenlijk wil ik alle kinderen wel oproepen. Heb je een leuk idee voor jouw speeltuin? Of wil je er een leuke naam aan geven? Ja, neem contact op met ons. En dan kunnen we misschien iets leuks van maken. Net zoals hier. Een leuke happening.